Hey, gaat ie? Mooi zo. Ja, perfect. Kijk eens. Sleutel van je nieuwe huis. Super. Hartstikke bedankt, jongen. Van harte gefeliciteerd. Hartstikke bedankt. Ja, wij, ik denk drie jaar terug, zijn wij in actie gestart. Omdat wij zagen dat een huis krijgen hier in het dorp heel moeilijk was. En ja, heb ik samen met een paar vrienden zijn er enquêtes gehouden met de dorpsraad. En is er eigenlijk al stem uit het dorp gekomen dat er nieuwe huizen moeten komen. Toen is dat aangekaart bij de gemeente. En zo is het hele proces in werking gezet. En met succes. Door zelf voor meer betaalbare woningen te knokken, hebben de vrienden het voor elkaar gekregen dat hier nu 8 starterswoningen zijn gebouwd. Ja, hartstikke goed. Dat zouden eigenlijk meer mensen moeten doen. Want dan zien ze ook dat er vanuit de doelgroep zeg maar, ook echt wel inzet wordt getoond. En dat ze het echt graag willen. Zelf in actie komen voor een huis kan dus lonen. Maar toch is het voor veel jongeren nog steeds een ramp om aan een woning te komen. Het is nog steeds heel erg ingewikkeld om plekken te vinden waar je mag bouwen. We mogen alleen binnenstedelijk bouwen. Heel veel mensen in de provincie, maar ook wel landelijk, denken dat alles vergelijkbaar is met Amsterdam. Dat je overal binnensteden hebt waar nog een leeg kantoorpandje staat en nog een leeg industriegebouw waar je torenflats kan neerzetten. En dat is in een dorp gewoon niet zo. Maar ja, aan de andere kant, dat is ook een teken dat dorpen uit moeten breiden. Omdat je anders gewoon een leegstroom krijgt uit je dorpen richting de stad. Ja, en dat is niet goed voor je dorp op geen enkel vlak. Het is natuurlijk wel jammer dat we zelf met een initiatief moeten komen. Ik denk dat daar mensen op functies voor zitten die dat veel beter kunnen. Waardoor het misschien wat makkelijker gaat. Maar linksom of rechtsom staan er nu wel 8 huizen met 9 bewoners. En dat is gewoon wel wat je wil hebben. Ja, maar nog lang niet genoeg eigenlijk. Nee, zeker niet. Nee, ik heb alle geluk van de wereld dat ik een huisje heb. Maar als ik kijk naar bijvoorbeeld mijn zusje, is dat natuurlijk een heel ander verhaal. Dan wordt het veel lastiger.